Stoomvaste. Stoomvaste Radio. Voor u. Voor jou. Voor ons allemaal. Nou, we zijn hier nog steeds in Hilton. En zoals mevrouw Shalila Satoki aangaf, het is op een diaspora dag. De president heeft echt tijd gemaakt voor iedereen. En dat vinden we ook heel fijn van deze president. Hij is ontzettend toegankelijk, dus ja, we krijgen alle ruimte hier. En hapjes en drankjes. En natuurlijk tijd om met elkaar te praten. Ik heb mevrouw Karishma Mathura uitgenodigd. Dat is voor mij geen onbekende. Ik heb al heel wat jaren op Facebook. Ik denk dat ik haar ooit toegevoegd heb. Maar echt nooit echt gesproken. Dus ik zag haar en ik had zoiets van, nou, ik moet mijn kans wagen. Ik ga even praten met mevrouw Karishma Mathura. Welkom, u bent in Dubai. Wat bent u komen doen? En hoe ervaart u het? En wat kan je me vertellen over Suriname? Goeiedag, inderdaad. Dankjewel dat ik hier te gast mag zijn. We zijn hier vandaag in Dubai op Dubai Expo 2020. Suriname staat er vertegenwoordigd. We hebben een Surinaams paviljoen waarbij we eigenlijk een showcase daar hebben neergezet van wat Suriname te bieden heeft. Van onze geschiedenis, naar onze cultuur, naar de verschillende bevolkingsgroepen, de verschillende religieën die bij elkaar zijn. De unieke situaties die we in Suriname hebben, cultuur-wise, natuur-wise. We hebben een forest passageway, passage gemaakt, waarbij mensen door een gang kunnen lopen dat onze tropisch regenwoud zou moeten voorstellen. En aan het eind van het paviljoen zie je dus onze business prospects, de business categorieën en sectors waar Suriname nog veel in kan groeien en waar er heel veel potentie in zit. Ik heb in het verleden al gewerkt op beurzen in Dubai. Ik heb houtbeurzen gecoördineerd. Dus in dat kader vond de regering mij een goede support voor dit project. En natuurlijk was ik ook enthousiast om mijn bijdrage te leveren, dus vanuit het ministerie van Arbeid. Ben ik dus tijdelijk gestuurd om wat support te geven. Oh wow. Waarbij ik me voornamelijk zal richten op dat gedeelte van business development. Want we hebben heel veel te bieden. We hebben heel veel dat we aan de wereld bekend maken. Want als je de gemiddelde persoon vraagt vanuit any hoek van de wereld, behalve Nederland, ja. Waar Suriname is, dan weten ze niet eens dat Suriname bestaat. Oh. Als ik zeg I'm from Suriname, dan hoort men Sri Lanka. Ja. Dus dat we dat awareness brengen over Suriname, waar Suriname is, wat Suriname inhoudt en vooral wat Suriname te bieden heeft op gebied van ecotourisme, agricultuur, oil and gas, business services. Dat we eigenlijk heel veel potentie hebben om dat alles te ontwikkelen. Denk je dat het een beetje gelukt is om die naamsbekendheid verder te vergroten hier op de Dubai Expo? Zeker weten. We zijn continu in de media geweest. Internationale mediakanalen, op Dubai mediakanalen. Je kreeg mensen die het paviljoen komen bezoeken, die hebben gezegd dat ze gestuurd zijn door hun vrienden en familie om te komen kijken, want ze vinden het zo een unieke situatie. Onze geschiedenis, onze diversity in culture en dat we ook een heel groen land zijn. Kijk, momenteel is dat heel belangrijk voor mensen dat ze een beetje zorgzaam omgaan met de natuur. Zeker, ja. Dus we hebben heel veel aandacht gekregen en het gaat nog een poosje voortgezet worden, want we zijn nog niet klaar. Nee. En ook hebben we onze cultuur en kunst heel sterk naar voren weten te brengen. Er zijn een groep kunstenaars, er zijn een groep zangers, danseressen, culturele optredens gekomen. En die hebben ons ontzettend veel bekendheid gegeven. Want dat is heel uniek, dat die verschillende culturele groepen iets kunnen bewerkstelligen. Dat ze eigenlijk iets samenhangend ervan maken. Dat cultureel aspect van de Maron groep, gecombineerd met de Javaanse groep, gecombineerd met de Chinese cultuur, met de Hindoestaanse cultuur, dat alles tot een mengelmoes gemaakt wordt, een fusion gemaakt wordt, is uniek. En het heeft heel veel aandacht aangetrokken. Dus ik denk dat Suriname aardig aan het slagen is om bekendheid te brengen. We kregen heel veel mensen die over de vloer komen, die aangeraden zijn, een aanbeveling hebben gehad om het paviljoen te bezoeken. En we ontvangen ook heel veel media aandacht.
Dus daar kan je het zo een beetje al zien van het gaat goed en het zal beter gaan, want we zijn nog niet klaar. Dus de missie is geslaagd. Het is aardig aan het slagen. Als ik bijvoorbeeld kijk, hè, je gaf wel aan, je zat al eerder op beurzen, hè, als het gaat om hout en noem maar op. En nu is dan de regering daadwerkelijk hier. Je ziet dat ze op bilateraal niveau agreements aan het tekenen zijn. Hoe ervaar jij dat voor iemand die hier al eerder was? Het is sowieso een geweldige milestone voor Suriname wat betreft internationale handel. Mm-hmm. Want nu ben je een waardige partner, ja, toch? In die internationale handelswereld. Ja. Dus niet dat Suriname dat eerder niet was, mm-hmm. maar nu heb je een hoger platform bereikt. Dus ik ervaar dat heel positief. Ik heb heel veel hoop daardoor en inspiratie daardoor gekregen. Ja. Dat de potentie die wij altijd zien in Suriname, dat daadwerkelijk tot uiting gaat komen binnen nu een hele korte tijd. Ja, je bent Karishma Mathura. Ik volg je al jaren. Je bent een echte Jaja Sena Uma. Dankjewel. En je zet je ontzettend positief en leuk in voor Suriname altijd. Hoe zie jij de toekomst na Dubai, Suriname? Tot slot, concreet, Karishma Mathura, alsjeblieft. De toekomst voor Suriname na dit project Dubai Expo 2020 ziet er voor mij heel goed uit. Het is een deur die open is gegaan, niet alleen naar Dubai, maar naar de hele wereld. Want op Expo is de hele wereld zo goed als vertegenwoordigd. En de partnerschappen die zijn aangegaan, de connecties die gemaakt zijn, zullen sowieso nieuwe deuren voor ons openmaken en nieuwe kansen voor ons creëren. Het is goed dat we aangesloten zitten tot die grote netwerk van internationale handel, innovatie, expressie. Dat wij als klein land daar het beste uit kunnen halen. En met de manier waarop er gewerkt wordt aan internationale samenwerking en business, ben ik er heel goed over gestemd. Ik ben heel positief erover gestemd. En ik denk dat dat zeker iets positiefs zal betekenen voor ons economie vooral. Prachtig, dat hoor ik graag. En dan echt tot slot, ik vind dat Suriname nogal een mannelijke wereld is als het gaat om de politiek en leiderschap. Ik hoop in de toekomst zomaar vrouwen als jullie te zien die een beetje aan het touw gaan trekken. Hoe staat de toekomst daarvoor voor jullie, zeg maar? Is die bereidheid, mogelijkheden? Ik zie dat graag. Eerlijk, ik die afspiegeling. Ik zie het ook meer, maar daarom dat ik mijn ervaring met u deel. Ja. Dat ik geen tegenwerking heb kunnen ervaren tot nu toe, ja. Vanwege het vrouw zijn. Okay. Dus andere dingen, ze kunnen af en toe wel een rol spelen. Ja. Maar het vrouw zijn heeft mij tot nu toe nooit in een nadelige positie geplaatst. Mooi. Dus als het voor mij kan, kan het voor anyone. Maar je moet ook willing zijn om de opofferingen te maken en de energie erin te stoppen. Niet omdat je vrouw bent en dat je meer vrouwen in de politiek wil zeggen dat dat gratis aan je gegeven gaat worden. Nee. Je moet het ook wel verdienen, maar en je moet ervoor werken. Zo is dat. Zijn er dan toch wel genoeg vrouwen in Suriname die mindshift hebben, die drive hebben? Niet dat er niet zijn. Er zijn genoeg vrouwen in Suriname die de drive en de mindshift hebben, maar het is de uitdaging is niet voor ieder hetzelfde. Okay. Bepaalde hebben meer uitdagingen. Ik wil zeker meer vrouwen in de politiek. Ja. Ik sta erachter, ik ga er zelf ook voor. Ja. Maar het is niet voor iedereen even makkelijk. Nee, oké, maar jij hebt die kans aangepakt. Jij hebt zeker. Je leven, die toewijding geef jij aan het land Suriname. Dus wat dat betreft wil ik je heel veel succes toewensen. Dank je wel. Heel veel kracht, heel veel wijsheid. Succes en we willen graag contact met je blijven houden. Dat keep ons updated. Sure, will do. Dankjewel, Karishma Mathura. Dankjewel. Je luistert naar Standvaste Radio. Heb je ons gemist? Check ons op standvasteradio.nl.